Vol trots staat Laurent met zijn diploma in de hand. Graag een applaus voor Laurent Simons. Gisteravond kreeg hij hem uitgereikt op school. Blij. Waarom zo blij? Omdat ik klaar ben met school dan. 18 of 19 zijn ze, de meeste leerlingen die hun diploma kregen. En Laurent dus, met zijn 8 jaar. Hij volgde net als alle andere leerlingen onder andere Nederlands, biologie, wiskunde, Frans en Engels. Toch was niet alles helemaal hetzelfde voor hem. Ik had een eigen lokaal en toen kwamen leraren langs voor vragen of andere dingen. Hij zat dus in zijn eentje in de klas. Veel contact met de oudere studiegenoten had hij niet. Ik zou niet weten wat er zielig aan is. Heeft ze vaste vrienden, net zoals u dat heeft of ik dat heb. Je hebt ook je beste vrienden buiten school en de wereld houdt ook niet op in school. Laurent weet hoe het is om altijd de jongste leerling te zijn. 2 jaar geleden was hij 6 en zat hij al in groep 8. Toen bereidde hij zich al voor op de middelbare school. Scheikunde en wiskunde vind ik wel leuk. En nu, 2 jaar later, heeft hij het hoogst haalbare diploma van de middelbare school dus binnen. Hoe kan het dat jij zo slim bent? Dat weet ik niet. Lastig, hè? Ja. Heb je dat van je papa of van je mama? Van mijn papa. En terwijl leeftijdsgenootjes zich druk maken of ze overgaan naar groep 5 of 6, mag Laurent na de zomer gaan kiezen voor een grote universiteit. Dat weten we nog niet. Ik weet nog niet wat hij gaat doen na de vakantie. Wat hij wel weet is dat hij een technische studie wil gaan doen. Maar eerst gaat Laurent lekker genieten van de zomervakantie. En dat heeft nog een voordeel. Daar hoef je geen persconferenties voor te geven. Wat heb je liever? Gewoon lekker les krijgen of met al die camera's op je neus? Lief les krijgen.